De scholen zijn weer begonnen opnieuw zonder fysieke lessen in de klas, maar vanuit huis via de tablet of de computer. En dat betekent dus dat de situatie voor ouders anders is, voor kinderen anders is, maar ook zeker voor leraren. U bent economiedocent. Hoe is het om weer digitaal les te geven? Nou, 6-. Ik bedoel, liever niet natuurlijk. Je hebt, als je leraar bent, het is een stukje een optreden. Het is plezier, het is contact, het is echt iets leren. Dat blijft toch het mooiste wat er is. En dat ervaar je veel minder met een schermpje. En ja, en we hebben wel veel geleerd hoor in de vorige periode. Mm-hmm. Dus toen had ik er wel eens eentje. Ik zei, doe nou eens je camera aan, man. En wat ben je aan het doen? En zei die, en ik kreeg geen antwoord. Ik zeg, ja, waar is Stan? En die bleek in een Fortnite-missie te zitten dus. En, dat soort dingen. Nu moeten bij mij de camera's aan, dat ik iedereen kan zien. Toen had je uit hoofden van privacy dat zij uit moesten. En dat je niet in die kamers mag kijken. Maar ik wil ze allemaal zien. En ja, weet je, het is maar 10 dagen. Ja. Kom op. Vooralsnog, want ja, het kabinet die besloot eerder dus om de scholen, dat de scholen in ieder geval dicht blijven tot 18 januari. Maar wat daarna gebeurt, is nog maar de vraag. Volgens kinderarts en OMT-lid Karoy Illy moeten de scholen daarna meteen weer open? Scholen gaan wat mij betreft op 18 januari weer open. Daar ga ik alles voor doen om dat ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. En dat doe ik omdat kinderen schade ondervinden. Kinderen hebben er echt last van, niet alleen emotioneel, omdat kinderen gewoon contacten nodig hebben, maar ook lichamelijk. In de vorige golf hebben we veel meer kinderen met overgewicht gezien. En die kinderen die zijn nu al heel lang thuis. Die zijn zometeen op 18 januari al een maand thuis. Dat is heel veel langer dan in een normale kerstvakantie. En de school is ook een veilige haven voor heel veel kinderen. Schade dus door de schoolsluiting. Merkt u daar ook iets van bij uw leerlingen? Ja, weet ik niet. Ik merk er niks van. Dus, nee. Maar ik bedoel, die Illy wel lieve man. En hij heeft wel een goed verhaal ook. Maar hij heeft het wel maar over een heel beperkt ding. En hij dramatiseert nogal. Dus hij heeft het hier over 5 weken. Nee, het is 10 lesdagen. Dat is iets anders dan 5 weken. Er zitten gewoon 2 weken normale kerstvakantie in. Dat ze geen les gehad hebben. Maar verder ben ik het wel met hem eens dat we zo snel mogelijk, zo goed mogelijk open moeten kunnen. Maar hij heeft het alleen over kinderen. Hij vergeet ook te vertellen dat er bijvoorbeeld kinderen zijn die zieke ouders hebben. Die hebben liever geen corona. Dus als je vader ligt te wachten op een kankeroperatie en er komt er eentje hoestend binnen, dat lijkt me ook niet fijn. Dus nee. Er is gewoon stress. Ja. Maar het gaat ook om de veiligheid van leraren. Ja. En daar heeft hij het niet over. Voordat we daarop komen, toch heel even het punt van de kinderen afmaken. Want mm-hmm. Het is natuurlijk ook iets wat wel zorgen oproept. Er wordt ook gesproken over ontwikkelingsachterstanden, leerachterstanden. Is dat dan onterecht dat daar toch veel aandacht voor is? Nee, die aandacht is volkomen terecht. Want kijk, in zijn algemeenheid groeit de kansongelijkheid in het onderwijs al jaren aan een stuk. Dat minder leren, het ligt niet zozeer aan die telefoon, maar aan slecht onderwijs. Dat treft vooral de mensen aan de onderkant. Dit maakt het er niet beter op natuurlijk. Dat is dan helemaal zo. Als dat voor heel veel, zoals het voor horeca mensen het er niet beter op maakt, het voor heel veel mensen het er niet beter op maakt. Maar kinderen leren minder, worden minder meegenomen in het leerproces op school. Ze halen overigens wel hogere punten. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Dus de schoolexamens worden beter gemaakt dan ooit. Ja, hoe zit het met die examenkandidaten? Want die kunnen dus wel gewoon les krijgen. Ja, die krijgen gewoon les. Dat moet hoe dan ook georganiseerd worden. Overigens moet het voor de anderen ook georganiseerd worden. Ja. Die moeten ook les krijgen. Alleen die zitten met z'n allen op afstand. En die examenleerlingen die willen we toch wel in de klas hebben. En dat is ook goed, denk ik. Ik vind ook dat het examen echt moet doorgaan. We hebben het vorig jaar niet gedaan. Dat was een slecht idee. Ze hadden minder les gehad en iedereen was geslaagd. Dat moet je niet hebben, denk ik. Dus wat mij betreft komt er ook gewoon een examen. En verder zonder al te veel flauwekul. Dus gewoon door. Dus ze hebben ook het hele jaar les gehad, hè? Dus even voor de duidelijkheid, want Illy kan wel zeggen van god wat erg en die scholen zijn heel te dicht. Hij vergeet te vertellen dat wij met heel veel ellende die scholen van september tot en met december keurig hebben opengehouden. Hm. Dankjewel is dan ook wel op zijn plaats, denk ik trouwens. Oké, okay, nee, dat is duidelijk. Laten we dan nu verder inzoomen op die leraren. Want 18 januari zou dus niet alleen voor de kinderen beter zijn, maar volgens mij bent u daar ook voor dat de scholen toch weer op 18 januari opengaan. Het liefst wat wel, is daarvoor nodig? Nou, wat daarvoor nodig is een duidelijk beleid gericht op de veiligheid van leraren. En er zijn gewoon 2 opties. En ik snap dat er eentje irreëel is. Dat is aan de ene kant het vaccineren. Maar ja, er is nog steeds maar 1 vaccin goedgekeurd. In de beperkte. Dus daar zit echt een knelpunt. Het tweede is afstand. Daar is iedereen het over eens. Dus ik ging een keer naar een schoolleider toe, omdat ik in een gymzaal stond met ongeveer 200 kinderen. En ik zei van, ja, dit kan toch niet? Dat je met zoveel kinderen in zo'n zaal staat. En die zei toen van, ja, moet je even daar kijken in de kantine. Dan zitten er 1000 dadelijk. Zeg maar wat ik moet doen.
En hij had natuurlijk helemaal gelijk. Maar dat soort dingen moet je echt niet willen in deze tijd. Nee, maar wie moet dat dan gaan regelen? Nou, je moet aangezet, daar heb je verschillende partijen voor. Het begint altijd bovenaan. Het begint bij de minister, die gewoon een maximum aantal leerlingen in een klas moet benoemen. Gewoon 18 leerlingen, meer komen er niet in, 19 is splitsen. Dat is een systeem en de schoolleiders moeten dat dan maar uitvoeren. Maar de minister zwijgt in alle talen. Die zegt helemaal niks. Die zegt alleen maar als je hem uitnodigt dat het eigenlijk erg goed gaat. Nou, dat is dus gewoon niet waar. Nee, dus dat is een concreet ding waar hij dan volgens u mee moet komen met echt een plan van regel dat met die afstand. Zijn de schoolleiders daar dan ook voor te porren? Want we horen ook vaak, ja, we hebben al zoveel te regelen. Nou ja, die hebben, vind ik, tijd genoeg gehad om daar ook al iets aan te doen. Het is begonnen in de zomer, begin augustus. Het zomerzwijgen was oorverdovend. Niemand zei iets, niemand deed wat. Met als gevolg dat die cijfers oplopen en oplopen en oplopen. Ja, en op een gegeven moment is het mis. Dus het is ook een verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Die worden daar goed voor betaald om daar beleid op te maken. Maar zij zeggen helemaal niks. Nou, volgens mij is de oproep hartstikke helder. Ik hoop dat ze er naar luisteren. U gaat nu lesgeven? 12 uur zit ik achter de computer. Oké, nou, succes. Ja. En dank.